Mijn persoonlijke betrokkenheid is in de allereerste plaats doordat in mijn eigen familie een ernstig geval van reuma voorkomt. En mijn tante, inmiddels hoogbejaard, in de loop van de jaren daar steeds meer last van krijgend, zodat ik echt heb kunnen zien hoe ongelooflijk pijnlijk en naar die ziekte kan ingrijpen. En inmiddels heb ik in de loop van de afgelopen jaren door mijn betrokkenheid bij dit werk ook heel veel gevallen de revue zien passeren, waarbij je elke keer ook weer getroffen wordt door de ongelooflijke ingreep die het noodzakelijk maakt in het leven, het wonen en het werken van mensen. Ik weet wel dat het een veel voorkomende ziekte is en dat het een veel voorkomend probleem is voor mensen. En dat bepaalt natuurlijk voor een heel groot stuk ook gewoon je goede levensvreugde vaak. En mensen daar overheen kunnen komen en daarmee leven, vind ik wel heel erg knap. Met name mijn grootmoeder, en ik was toen een heel klein jongetje, ontzettend veel last van reuma, klaagde daar overigens ook nooit over, probeerde zich daar doorheen te zetten. En mijn schoonvader heeft de ziekte van Bechterew gehad. Nou, dat is ook heel heavy, hè, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik weet uit mijn eigen familiekring wat het betekent als je die ziekte hebt, hè, die ziekte die in allerlei varianten is. Hè.